Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag dinsdag en het is 12:26. Rebecca, die is net geweest. Ja, die is nou weer naar huis. En het is 19 maart. Ja, maart. Moet even nadenken van, vergis ik me weer niet. Zoals de vorige keer zei ik van februari toen het ook al maart was. Maar ja, ik ga zo eventjes weg, want ik heb geen oorknopjes meer en er was er eentje roestig. Nou, dat mag niet eens niet voorkomen. Dus dat heb ik weggegooid. Ik ga even nieuwe halen. Dan kennen die erin en de oude kind, deze kind dan ook weg. Dat is ook niet veel meer. En ik heb weer een filmpje. Breng ik naar YouTube. Althans, YouTube haalt hem wel op. Nog 24 minuten te gaan, nou, die bekijkt het verder maar. Vreugeltje die weg daar lekker, die is lief. Eeuwen die is naar boven gegaan en waar kan Alvies? Nou, die kan buiten zijn en die kan ook boven zijn, ja dat weet ik niet. Ik hoor wel geloop. Maar ja, in ieder geval, ja de trap hoor, ja dat is Eeuwen. Kijk, daar is zo'n meisje. Jij meisje. Oh, goedje toch, hè? Ja! Ons prinsesje. Hé? Je troon is er klaar, hoor. Ja. Dat, het gaat redelijk momenteel. Ik krijg vanmiddag ook bezoek. Ja, oma Gent komt op bezoek. Ja, de wijkpolitie. Ja, de wijkagent. Die had het bericht binnengekregen en die kwam vanmiddag rond 3:00 of 4:00, dacht ik. Dat, ja, want hij had om 1:00 of 2:00 had hij een gesprek. Hij wist niet hoe lang dat ongeveer zou duren. Hij hoopte op 1:00, maar het kan ook langer. En hij had met meerdere mensen rekening te houden. Ja, dat heb je als je politie bent. En daarna zou hij hier naartoe komen. Dus het komt allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles, want het is prachtig mooi weer. Ja, ja, daar zijn we helemaal blij mee. Woepie. Er staat ook een aanhanger met een luifel eroverheen. Dat zie ik ook nog pas voor het eerst. Zo dan. Ja, dat zie ik voor het eerst. Zien jullie hem? Ja, jullie zien hem. Mooi. Dus ja, dat komt allemaal goed. Dat ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei. Ja, ik ben weer terug en ik heb mijn nieuwe knopjes met nieuwe oorbellen erin. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Ik ben er weer helemaal blij mee. Maar ja, het is niet echt, hè. Nee, daar heb ik het geld ook niet voor. Nee. Ik wil wel eens een keer sparen voor echt, tenminste zilver of CQ goud. Maar ja, dit is gewoon nog te roep en ach ja, wat kent scale, hè? Ja toch? En mijn hondje, hè? Ja, die is zo blij dat ik er ben, hè? Ja. Hij is zo blij, ja. En dan krijgen we straks een zietekeltje, ja, hoe laat weet ik niet, dus dat kom ik vanzelf wel achter en ik zag mezelf lekker niet, zo, nu wel, ha, ga ik zo toch, ja. En ik heb koffie staan, dus ik ga lekker een bakje koffie doen en dan zal ik zo meteen even weer gaan renderen. En dan kun je die vandaag ook nog naar YouTube en dan zien we wel verder wat we gaan doen. Ja toch? Ik zeg het later. Ja, ik moet ook nodig naar de kapper. Zien jullie het? Ja, ik wel. Nou, komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb druk bezoek gehad. Niet enkel oma Gent. Nee, want ze waren dus met z'n tweeën. Ja, ja. En natuurlijk Sandra, mijn begeleidster, die was ook nog gekomen. Die was er al eerder. En ja, daar is dinsdag voor. Ik was er helemaal vergeten, want de ene keer komt ze wel, de andere keer niet, omdat ze ook wel eens vergaderingen heeft. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nou in ieder geval hetgene gekregen wat ik wilde hebben. En dan ga ik straks proberen om nog terecht te kunnen komen bij de kapper. Dan zal ik eens even zien of het eraf kan. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles. En ik hoop dat ik er terecht kan. En anders, ja, van de week even, hè. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.
Ja, lieve vriend, ik ben weer thuis. En er waren gelijk twee weer natuurlijk heel erg blij. Maar ik kom dus gelukkig terecht bij de kapper. Ja, ik ben lekker kort gewikt. Dus schrik maar niet. Dus daar kom ik aan. Even omdraaien. Zo. En even mijn eigen wax mee. Paars kleurtje erbij in. En voor de rest, nou, ik vind het weer netjes. Ja, ik vind het weer helemaal netjes. Dus ik ben er weer blij mee. Enkel, ja, nou heb ik het nog koud. Want ik ben ook nog maar net binnen. Ik heb net even een bakje koffie gemaakt. En een koekje erbij. En dan gaan we daar even van genieten. En daarna, nog even op Facebook of zo. Op een plaatje. Oh, ik ben ook nog met een plaatje bezig, ja. Ik heb maar druk vandaag. Ja, toch? Of niet dan? Ja. Eerst Rebecca vandaag. En vanmiddag Sandra van Serralo. En dan twee agenten over de vloer. Ze zullen wel gedacht hebben hier in de buurt. Wat moet die daar? Ik had de buurvrouw ingelicht, hoor. Ja. Ze schrikt straks niet. Toen krijg ik twee agenten op bezoek. Oh. Maar dat voor. Daar en daarvoor. Ja. Dus ja, ook zij wil meedoen. Dus dat komt ook allemaal goed. En dan ga ik misschien met haar eens een keer op een avondje van de hoortop. Toch? Ja, enkel ze hebben nog een kleine meid. Maar ze kan wel alles van die hoek beter in de gaten houden. Dus het komt allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond en eet smakelijk. Tot later.